Dag Hengelo. Hallo. Ik ben Marijn Rozen. En ik ben Joop Hofman van de Rode Bouw. We hebben afgelopen jaar met heel veel van jullie in co-creatie gewerkt aan een nieuw ontwerp voor het Marktplein. Ja, en dat hebben jullie ook vaak gezien op al die vlogjes die we voorbij komen. En dat gaan we nog 1, 2, 3 keer doen. Dit filmpje hebben we natuurlijk ook in co-creatie gedaan, samen met Hengeloers. Met deze 6 Hengeloers. Ja, ik ben Ellen van Assen. Ik ben betrokken bij het proces, omdat ik lid ben van de gehandicaptenraad Hengelo. Nou, ik ben Hetsy Franken, stadsdichter van Hengelo. Ik ben Jeroen Zandseger, vader van 3 kinderen. Ik ben Stefanie Jans Kastrink en ik heb als inwoner van Hengelo deelgenomen. Dus Martin Veldhof, geboren en getogen, praktisch naast het Marktplein in de Molenstraat. Hoi, ik ben Sofie Nijkamp, ik kom uit Diepenheim en ik ben een leerling op het Bataafs Lyceum in Hengelo. Dit is het 3e filmpje en dit filmpje gaat over de vraag... Voor het vervolg hoop ik dat... puntje, puntje, puntje. Ik hoop dat het Marktplein voor iedereen toegankelijk wordt. Frieten dansen in het vet. Een gloednieuwe hotlo, van echtheid gespeend. Een rode loper voor de hengeler weent. Maar in die grabbelton vol dromen, schitteren met stip, het groen, de bomen. Ik vond het een mooi proces om te zien hoe iets ontstaat. Ik had het nog nooit zo meegemaakt, maar... Dus voor Hengelo voor herhaling vatbaar, ik zou het ook adviseren daarin. Als je iets groots wilt doen, doe het zo. Dat voor de gemeente dit ook wel een hele mooie eerste keer misschien wel geweest is om toch in samenspraak met de burger vaker dit soort processen door te gaan. Een plek van ontmoeten en samenkomen. En ach, in deze barre tijd, waarin een virus ons beknot en de wereld op zijn kop staat, verlaten straten, pandemie, is zelfs het Marktplein relatief. Dank je wel. Voor het vervolg hoop ik dat dit ook voor andere ideeën in de binnenstad of stad in het algemeen wordt ingezet. Ik denk dat het heel goed en belangrijk is dat zo'n forum wat jullie geboden hebben blijft bestaan. Het is een goede manier om draagvlak te creëren en ook vanuit allerlei verschillende invalshoeken input te krijgen, zodat iedereen zijn belang wordt behartigd en ook tot frisse inzichten leidt. Nou, ik hoop gewoon dat ik met een groep meiden straks vanuit school naar het Marktplein kan fietsen en dan gewoon lekker op een heuveltje kan zitten en wat lachen en hele mooie herinneringen daar maken. Dat hoop ik heel erg. Dus ik wil gewoon iedereen super, super bedanken voor alle ideeën en van alles en gewoon de mensen bedanken die dit hebben bedacht qua ideeën van het Marktplein en zo. En helemaal uitgewerkt. En het is echt iets waar we als Hengeloers en gewoon in de omgeving trots op kunnen zijn, dacht ik zo. Dit was alweer ons 3e filmpje waarin we zijn gegaan op de vraag van wat hopen deze Hengeloers voor het vervolg. En dat is wat ons betreft ook het laatste filmpje. Maar er gebeurt nog wel wat meer. Ergens in gemeenteraad een besluit nemen over het Marktplein. Mochten jullie daar meer over willen weten, kijk dan op de website van de gemeente. Daar staat het precies, het data en het moment. En er is natuurlijk ook een politieke markt. Je kunt nog altijd meespreken. We hopen jullie natuurlijk weer te zien bij de grote opening van het plein. Maar we willen jullie voor nu in ieder geval bedanken voor de fantastische samenwerking afgelopen jaar. En nogmaals hartstikke bedankt Hengelo, al die mensen, meer dan 2000 mensen. Het was ons echt een feestje, echt waar om mee te doen. En jullie hebben laten zien aan de stad, maar ook in het hele land, dat je met z'n allen echt een compleet Marktplein kunt maken. En dat was voor ons fantastisch om mee te maken. Nou, door zelfbewust meegedaan te hebben in dit verhaal, ben ik ook wel weer de stad wat meer gaan waarderen. En vooral door de verhalen van anderen, ben ik ook de stad wat anders weer gaan zien. En wat meer gaan kijken naar hoe dat ook wel hele mooie dingen zijn. Die goed behouden zijn en waar eigenlijk wat meer de nadruk op zou mogen liggen. Dus het was voor mezelf ook wel een leuke zoektocht om wat meer trots te worden op Hengelo.